Hallo, goedemorgen. Hopla. Kan iedereen mij horen? Dag allemaal. Allemaal waveyes, allemaal waveyes. Bee. Dag Luna, Jessica, hey. Chelsea. Mensen op Zoom, als je je camera aan wil zetten, vind ik leuk. Dan kunnen we jullie een beetje controleren. En dan kunnen we ook het tempo wat beter aanhouden. Stefanie, die durft het al aan. Ja, hoe scroll je eigenlijk door die Zoom? Kan je dan gewoon op de plaats drukken? Ja. Dan kan iedereen... Yes. Oké. Wacht heel even tot er nog... Ja, laten we maar beginnen. Yes! Ja. Toppie! Het is 10 uur! We gaan starten! Jij ook, hè Bart? Wel meedoen! Strength and conditioning! Welkom allemaal! We beginnen met een warming-up van 10 minuutjes, kleine 10 minuten, om eventjes de hartslag omhoog te gooien. En dat doen we met een push-up, stappen stoten. Standaard warming-up, de meesten die kennen hem al van mij. Stoten, strekken, vuist op de kin, ellebogen in de zij. Ben ik goed verstaanbaar? Zijn we goed verstaanbaar? Ik hoop van wel. Ik denk het wel. Nice. Ik zie mensen al trainen daar. Dag allemaal. Ja. Zoom is aan. Samen met mijn hartslag is altijd hoog. Hup, draai. Voeten bij elkaar. Links of rechts om. Draai goed los. Jumping jacks. Bovenwerpen aansluiten, maak je hele beweging af. Voor, achter. Zit er heel lekker in. Lekker dynamisch, twee engels. Vier even. Actief vullen. En voor de steun. We beginnen met 10 push-ups. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Draai om. Rug licht. 10 sit-ups. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Gaan we door naar squats. Voeten parallel, rechter rug, borst naar voren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10. 10 jump squats, op mijn stel. Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lotjes, links en rechts is 1 tel. 2 benen uitstappen, komt ie maar. 1, linksom en rechtsom. 2. Duw je voorzak in de grond. 3. Heupwijdte uitstappen. 4. Controleer adem. 5. 6. 7.
8. 9. 10. Oké, één been uitstappen. Jumping lunges. Op mijzelf. Balanceer. In je ogen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Open dat boksloot. Stappen stoten. Controleer die ademhaling. Als ik een tel geef, ga je omlaag. Maak je 2 sit-ups. Blijf bewegen. Hier reguleer je ademhaling. En laag. 2 sit-ups. En stoten. Weer verder. In die boxhouding. Stappen stoten. Laag. 2 sit-ups. Netjes. Goed. Zoom loopt best accurate. Volgende taal. 2 push-ups. Push. En push. Ademhaling controleren. Next one. 2 burpees. Burp. Yes. Netjes. En stoten. Burp. Nogmaals. En stoten. Volgende tel. Superman. Op buik liggen, armen en benen van de vloer. Trek je rug zo hol mogelijk. Laag. Komt u maar. Billen knijpen, armen en benen van de vloer. Hou even vast. En overeind. En stoten. Dit is de laatste oefening. En laag. Hou vast. 10 tellen vasthouden. Na 10 tellen. Mountain climbers. Mountain climbers doen een kleine 20 seconden. En dan neem je een slok. 3, 2, 1. Kom maar, mountain climbers. Let's go. Ja. Schouders boven de polsen. Binnen laag. Ademhaling controleren. Nog 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. En relax. Adem. Stay hydrated, neem een slok. Volgende oefening. Lichaamsgewicht oefeningen. We hebben 4 rondjes van 45 seconden. Daartussen 10 seconden rust, 45 seconden actie, 10 seconden rust. Inchworms. Achterwaarts een lunge en een knie. Halve sit-up, hele sit-up, full sit-up. En de crab walk. 4 oefeningen. Ik leg ze allemaal uit. We beginnen met de inchworms. Jordi gaat klaarstaan. En ik leg de oefening uit. Met je armen en benen. Gestrekt helemaal lang, maak je lichaam lang. Vanuit hier. Naar beneden met gestrekt been. Uitlopen. Pushen. Loop je terug. En adem weer in. 45 seconden lang. Arm omhoog. Loop je de timer. 3, 2, 1. Inchworms. Kom maar. Juist. Let erop, hierop is belangrijk dat je spanning behoudt op je hamstrings. Yeah? De wijder je gaat staan, de minder spanning er op je hamstrings komt. Hoe smaller je gaat staan, des te meer spanning op de hamstrings. Probeer goed die mobiliteit op te werken. Controleer je ademhaling, neus in als je omhoog gaat, blaas uit als je omlaag gaat. 3, 2, 1. Oké, tweede ronde. Achterwaarts de lunge en een knie. Vanuit nu. Je mag opspringen, je mag opstaan. Linksom en rechtsom. Ja, start het.
achteruit en omhoog knieën. Ja, ik doe mee. Stap naar achter, lange lijn maken en drie. Lange lijn en drie. Als je wil, mag je opspringen. Tot het verder. Drie, twee, één. Zet die benen los. Volgende. Ook eentje voor de benen. Halve squat. Tik aan hier. Hele squat. Jump squat. Op tien, gaan we. Halve squat. Volledige squat. Jump. Half. Volledig. Jump. Tap. Volledig. Jump. En go. Drie varianten. 90 graden vasthouden. Daarna kom je helemaal omhoog. Ga je weer helemaal omlaag. En daarna maak je een jump squat. Halverwege. Lekker bezig. Vijf seconden. En breed. Laatste ronde. Klap op. Heup hoog. En wandelen. Naar voren en naar achter. Komt ie aan. En go. Freestyle. Doe je kamer. Opzij. Naar achter. Voren. Even kijken bij Zoom. Hou de heup hoog. Paar seconden nog. Drie, twee, één. Rust! Adem! Kleine slok. En dan gaan we gelijk al door. Een van mijn favorieten. Die ik meestal aan het einde van de les doe. Tabata! Tabata plank. Ja. Wie kent het niet van mijn jari? Yay! De volgende tabata is de tabata plank variatie. Je hoge plank is je actieve rust. We hebben 8 rondjes van 20 seconden actie, 10 seconden actieve rust, hoge plank. Raak je de grond aan tussen die rust met je knieën, je heupen of je chest. 3 burpees penalty. Hey Eva, ja, vanavond is er een kickbokstraining om 7 uur met Ilse. Ook via dus Zoom en live. We hebben dus 8 rondjes. Ja. Ronde 1, zo meteen is de elleboogplank en naar buiten uitstappen. Elleboogplank en naar buiten uitstappen. Na die 20 seconden ga je naar hoge plank. Ik zet de timer aan, dan gaan we starten. Ready? Ik haat het ook, Stephanie. 5, ja, moeten wat, hè? 3, 2, 1. Kom maar, let's go. Plank en naar buiten uitstappen. Zet je voeten wijd uit. Blijf in de hoge plank. Get je het niet? 3 burpees penalty.
enkel. Andere been. Balans. Drie, twee, één. Hoge plank. Volgende ronde. Zijplank op de elleboog. Zijplank op de elleboog. Ready? Kom. Heup hoog. En raak de grond niet aan met je heup. Hoe gaat het? Ja, lekker. Prima. Ja. 10 seconden. Hoge plank, andere zijde is aan de beurt. Ready? Go. Harde heupen. Drie, twee, één. Hoge plank, volgende ronde. Lage plank, één dan naar voren uitstrekken. Deze is zwaar. Komt ie aan. En doe. En breng om het lezen. Heup recht. Wissel van hand. Hi Sam. Drie. Sam van Phuket. Eén. Hoge plank. How are you guys? Eén de laatste ronde. Suicide plank. Op en neer. En go. Tien seconden. Drie. Twee. Laatste ronde mountain climbers. Laatste ronde mountain climbers. 20 seconden. Adem in en uit. Komt ie aan. Ja. Go. Mountain climbers. Laatste 20 seconden. Nog 5. En adem. Woe. Neem zijn mond uit. Relax. Hashtag je zweet niet. Of je zweet zelf. Oh ja. We gaan het veranderen. Ja. We hebben copyright. Iemand heeft patent. Is niet erg. Zolang de movement er maar blijft. Volgende ronde. Is een hit. Hierbij hebben we een verhoging nodig. Ik had jullie gevraagd om een verhoging te gebruiken. Dat kan dus een step zijn. Een box. De rand van je bank. Je bedrand. Whatever. Iets wat een beetje stevig is. Ja, zet het neer. Een stoel. Zet het maar vast neer. Ik kan natuurlijk bij Zoom kijken of het allemaal lukt. Netjes. Ik zie een paar stoelen tevoorschijn komen. Chill. We hebben dus een hit van 50 seconden actie en 15 seconden rust. 50-15, 6 oefeningen. We beginnen zo meteen met een armoefening, dan een beenoefening, arm-been. Om en om. Hey Mickey. De eerste oefening die we gaan doen zo, mag je maar nadoen, dat zijn box dips. Dus meteen de timer aanzetten. Boxdips als volgt. Je gaat zitten met je armen langs je schouders. Je komt naar voren toe. Benen gestrekt of benen gebogen, maakt niet uit. Wil je het moeilijker maken? Benen gespet. Wil je het wat easier doen? Knieën gebogen. Vanuit hier ga je doorzakken. Tot 90 graden. En kom je omhoog. Omlaag en omhoog. Ik hoop dat ondertussen iedereen de spullen bij heeft. Dat is een verhoging in dit geval. We gaan werken 50 seconden actie en 15 seconden rust. Tweede oefening leg ik uit terwijl Jules het voordoet.
En zo kunnen jullie aan de gang gaan. Klaarstaan, klaar zitten. Ready. Ga jij de timer zetten of heb ik deze? Ja, zet hem aan. Oké. In 3, 2, 1. Kom maar, gaan we dippen. Heel goed, ik ga even meekijken. Zak goed diep door. En kom omhoog. Ben ik goed zichtbaar voor iedereen? Ik hoop het wel. Yes. 70 graden, zak de halve wegen. Wat staat hier nou? Iets voor de benen, hè? De knie. Knee raise. Ja. Ja, de opstand, toch? Nice. Ja. Dus vindt u het moeilijk? Knieën gebogen. Hou je billen wel strak langs de verhoging. Blijf dippen. 3, 2, 1. En rust. Oké, volgende oefening. 1 been op de box. Je gaat meteen opstaan en maak je knie. Met je bovenlichaam naar achter. Duw je heup naar voren. Vesthouding. Klaar de boxhouding. Let's go. 1 been. Op de helft geef ik het aan, dan wissel je van been. Duidelijk? Lekker fik, ik rein. Goed hoor. Yes, zet hem hoog, die knie. Bovenlichaam naar achter. Op de helft wisselen. En wissel, andere been. Switch up. Nice. Goed, breng je bovenlichaam goed naar achter. Drie, twee, één. Voor de volgende oefening, kleine push-ups of push-ups op de box. Ja, neem een push-houding aan, push-up houding aan. Zak omlaag en kom omhoog. Wil je het moeilijker maken? Afzetten. Maar zorg ervoor dat je in die plankhouding blijft. Let's go, gaan we. Vind je het lastig? Mag je hem ook op de knieën doen. Maar breng niet je billen naar voren of naar achteren toe. Hou ze laag. Dit is ook de juiste plek achteruit te voeren oefening. En weer het moeilijker maken. Draai dan. Makkelijk. Makkelijk. Ook een moeilijk stap. Heel lastig. Volgende is sit jump squat. Volgende oefening. Ga zitten op je verhoging. Vanuit daar. Gebruik je een zo explosief mogelijke beweging om omhoog te komen. Een squat jump. Hupsakee, juist. Alles aanspannen. Efficiënt. En start. Ja, go, gaan we. Yes. Wat je ook kan doen, is tijdens je zit contact van de vloer afhouden. Juist, goed. Dus zet je voeten van de vloer. En dan uit opspringen. Nice. Zorg ervoor dat je je beenspieren maximaal aanspant in de lucht. Netjes, klasse. Heel goed. Explosie is key. Plyometrics. Hou vol. Laatste secondes. 10. 3. 2. 1. Netjes, één laatste ronde. Ik zet de box, de plaat op de bank even wat opzij. Twee voeten op de box. Die klein been. Uitzitten. Ready. Ja. Dit voor deze. Adem. Voilà. Ik moet niet zo veel, hoor. Halverwege, als je wil, mag je push-ups maken. Ah.
Niet te veel inzakken. Ook niet te veel omhoog. Heel weg. 3, 2, 1. Nice. Laatste oefening. Bulgarian split squats. Zet één teen op de box. Rechtop. En maak lunges. Squat door. Op en neer. Juist. Omhoog en omlaag. Laatste rondje. Let's go. Lana, bananenbrood. Is ze mee? Nee. Wissel van been? Wissel van been. Netjes bezig. Zorg ervoor dat je je romp goed recht houdt. Duw die stambeen, die hak goed in de grond. Om te checken kan je je tenen omhoog gooien. 3, 2, 1. Lekker setje. Ja, verhoging mag weer weg. Als laatste hebben we een conditioner. Ga lekker. Ga lekker door de tijd heen. Ja, ja. De tijd vliegt. Voor deze oefening heb ik 4 minuten uitgetrokken. We hebben hem vorige week ook gedaan. 15, 9, 6. Hoe ik hem in de les doe, is het vaak 21, 15, 9. Maar vanwege de tijd doen we 15, 9, 6. 15 burpees. 15 jump squats. 15 sit-ups. 9 burpees. 9 jump squats. 9 sit-ups. Enzovoort hetzelfde. 6, 6, 6. 6 burpees. 6 jump squats. 6 sit-ups. De burpees als sit-ups. Redden we, hè? 21 ook wel. Ja, doe volgende week. Oké. Wellicht redden we 21, 15, 9 ook. Voor volgende week weer. Als je vorige week mee hebt gedaan, dan heb je die tijd onthouden. Probeer die tijd te toppen. We gaan het dus elke week doen. Ik zal beginnen met 15 burpees zometeen. Zet je timertje. Ja, je hebt je timer nodig. Je stopwatch. Zet die vanaf 0. Na 4 minuten is de time cap. Ben je na 4 minuten nog niet klaar, dan heb je de tijd om deze hele set af te maken. Geen probleem. Het is de laatste oefening. Daarna nemen we even een slok. Als je nog bezig bent, ga door tot je klaar bent. En dan pin je je tijd. Onthoud die tijd. En dan ga je hem volgende week natuurlijk toppen. Yes? We beginnen met 15 burpees. 15 jump squats. En 15 sit-ups. Ik begin met de burpees. Jullie neemt van me over. Ga staan! 5, 4, 3, 2, en let's go! Ondertussen zijn we 1 minuut 15 onderweg. 1 minuut 15. Woe! 9!
Ga gewoon door. Maak hem netjes af. Jullie hebben 4 minuten. Ondertussen nog 2 minuten en 10 seconden. Yes, geef je tijd door. Op Zoom kan je tijd doorgeven. Ja. Laat me je tijd weten. Laat ons je tijd weten. We hebben nog... 1 minuutje nog, jongens. 1 minuut. Laatste minuut. Zeg maar. 42 seconden. Woe! Lekker, Morena. Dino, 2:35. Puppies kill me. Lekker. Alright. Halve minuut. Ik zweet wel. Als je hem niet hebt. Oh, Dino is ook een goeie. Ik zweet wel. Hashtag. Ik zweet wel. Ja. Ja. Hallo? We moeten een nieuwe hashtag hebben. Dus ik zweet wel is een optie. Je zweet zelf is een optie. Ja. Laatste 10 seconden. 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5. Lekker even. 4, 3, 2, 1. Nice. Adem. Neem een kleine slok. Fijne buikspieren. Zeg jij maar wat ik moet doen. We hebben nog een paar minuten, dus we gaan gewoon door. We burnen hem uit. Ja. Free to the style. Weet je wat? Ter ontspanning, ter cooling down, sluiten we gewoon af. Met mijn rug tabata. Heel easy. 8 rondjes van 20 seconden. Op de rug alles. Ja? Eerste ronde. Crossfit. Ga op je rug liggen. Ronde 1 van de 8. 5, 4, 3, 2, 1. Komt ie maar. Met je linker elleboog ga je naar de rechter knie. Draai. Go!
goed omhoog komt. Binnen 4 minuten valt Zoom uit, dan zijn we ook al klaar. Insta, you with me? Bouke, 3:15, netjes. Birdie heupen. 3, 2, 1. Volgende ronde, toe touch. Benen gestrekt naar het plafond. Tik je tenen aan, op en neer. Met je bovenlichaam van de vloer. 3, 2, 1. Als je inademt, voel je je buikspieren optrekken. Blaas eruit. En herhaal. In en uit. Binnen naar achteren, laat je handen staan. Sweatbound. Lekker fijn. Zijn dan weer eens? Net binnen 4, Koena. Goed, we hebben minder dan een minuut. We willen nog even afsluiten. Ja. Verzin een hashtag. Het mag dus niet zijn. Wat was het? Wat was het? Je zweet niet, want die wordt al gebruikt. Die wordt al gebruikt, dus het is niet je zweet niet. Maar verzin iets en dan kiezen we daar een winnaar. Van de afgelopen twee dagen kiezen we ook nog een winnaar. Dus, ja, het eind van de week komt er sowieso een winnaar. Maar stuur gewoon je foto's met je zweet zelf. Weet ik veel. Verzin maar zelf zweten. Zolang je maar leuk is. Zolang we er maar om kunnen lachen. Ja toch? Motiveer elkaar. En blijf kijken. Thanks hashtag pijn vanaf thuis. Ook een goeie. Maar tag ons. En we zien jullie snel. Vanavond dus nog 2. Lower body en core hebben we. En we hebben nog kickboksen vanavond. Dus yes. Fijne dag. En... tot bless snel. Jullie allemaal. Yes, ciao, ciao. Doei, doei. Aha, schrik toch. Oké, thanks for making all my miles. Even kijken of we het weer doen. Mia, wat is mee?